Mijn appel, kijk maar in de oven. Goedemorgen, het is nu 7:15. En vandaag ga ik niet zwemmen, want zwemmen is nog niet open vandaag om 7:00. Maar ik ga wel yoga doen. Especially for my miracle morning. Het was wel een klein beetje moeilijker vanmorgen om op te staan, omdat ik niks had om voor op te staan. Maar eigenlijk heb ik wel iets voor op te staan, want ik wil yoga doen en straks bullet journalen. Net yoga gedaan, daarvan laat ik een heel klein stukje zien. Voor de rest van die yoga video moet je gaan naar mijn diëten voor het leven afspeellijst. Want daar komt hij binnenkort online op. In mijn diëten voor het leven vlogs. En nu ga ik water drinken, want ik ben echt gedehydrateerd. Wauw, wat een moeilijk woord. En dan ga ik bullet journalen. Ik heb al namelijk een tijdje niet meer bullet journaled. Het leek mij wel leuk om creatief bezig te zijn en op mijn miracle mornings. Dit is water. En het is nu trouwens 7:15. Het is nu 7:50. Ik heb dit getekend. Dus ik heb hier mijn inspiratie uitgehaald. Het is een illustratie van Oda Valle. Ik heb hem veranderd. Uiteraard ga ik hem nog verven, maar niet vandaag, want het is nu 7:50. Dus ik ga mij omkleden, vlog ontbijten en aan het werk. Bed is opgemaakt. En ik heb ook al het eerste deel van de review van de 7 zussen geschreven. Klein spoiler alert, het is een fantastisch goed boek. Tijd om mezelf weer klaar te maken, want ik moet naar de tandarts. Ik heb niet zo heel veel zin in, want ze zal mij weer verdoven en haartjes vullen. En dat is niet zo tof. Ik heb deze morgen trouwens de volledige review geschreven over het boek, de 7 zussen. En nu ga ik met een Harry Potter tasje naar de tandarts. Hallo, misschien moet ik gewoon een nieuwe reeks beginnen op mijn kanaal. Namelijk de verdoofde vlogs. Want mijn mond is nu gewoon heel deze kant verdoofd. Vooral van onder, maar ik heb het gevoel ook een beetje van boven. Het voelt echt zo, mijn kin voelt echt super dik aan. Maar dat is niet, maar het voelt wel zo. Ik kan ook mijn speekselklieren niet volledig onder controle houden. Maar ik heb niet gemorst bij het spoelen van mijn tanden. Bij de tandarts, dus dat is wel goed. En ze heeft ook tandsteen verwijderd, wat daar redelijk veel pijn deed, omdat ze de hele tijd eigenlijk in het tandvlees zat. En dat was redelijk pijnlijk. Maar nu zijn mijn tanden terug mooi, glad en gevuld. Zien dat het nu 9:45 is, zou ik normaal gezien een snoertje eten. Maar ja, ik ga er niet echt van genieten. Ik zou wel yoghurt kunnen eten, maar ik ga er niet van genieten. Ik ga mega hard mossen waarschijnlijk. Als je even geen rekje bij de hand hebt, maar toch een vlechtje wil maken. Ja. Stil. Tijd voor een pauze tussen het bloggen door. En deze pauze ga ik gebruiken om al deze kwasten te wassen. In kwasten te wassen gebruik ik de Sunlight zeep. Het is een classic zeep met zonder parabenen. Tadaa! Het is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we een onmetelijke kracht hebben.
Ik vind dat ik genoeg blogberichten heb geschreven voor vandaag. Ik ga even kijken naar het filmpje. Dus zondag Turkse koekjes. En daarna ga ik vlogs editen totdat mijn zusje komt. Het is nu trouwens 12:30. Rond 9:30 was ik bij de tandarts. Mijn mond slaapt nog steeds. Jammer. Ik heb jammer genoeg vandaag mijn pompoen buiten moeten zetten, want jakkies. Het is gewoon helemaal beschimmeld. Jammer. Het ging wel vlug. Misschien mag ik er de volgende keer een kaarsjes in zetten. Mijn bakje zit vol. Tijd om dat.